Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 7 zien we dat het grotendeels onbewolkt is in Nederland. En dat blijft het ook vanochtend nog. De zon schijnt volop. Al vanwege de ochtend is het zo'n 17 of 18 graden. In de middag wordt het er eigenlijk 22 tot 24 graden in de kustprovincies. Daar draait de wind dan al naar het westen tot noordwesten en stroomt koelere lucht binnen. Verder landinwaarts wordt het nog zomers met 25 tot 27 graden. Er ontstaan geleidelijk ook stapelwolken En in de avond zou er dan lokaal een regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Maar dat is vooral langs de oostgrens en in Limburg. Ja, en morgen is het weerbeeld dan duidelijk veranderd. Het wordt dan nog slechts 13 tot 17 graden. Met in de ochtend nog veel bewolking en enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen de zon door. Er waait wel een stevige westelijke wind. Dan de dagen daarna. Op vrijdag en zaterdag is het zo goed als droog. Pas zaterdagavond komen er weer buien in het weerbeeld. De temperatuur boekt geleidelijk weer wat winst. Uiteindelijk wordt het 18 tot 21 graden op de zaterdag. Maar zondag op moederdag is het 14 of 15 graden en behoorlijk wisselvallig weer. Ik ben Ben Langkamp van weerblaza.nl.